We zijn gearriveerd op onze nieuwe locatie, natuurkampeerterrein De Haverkamp. We hebben net boodschapjes gedaan bij de Albert Heijn in Zutphen en Albert Heijn XL, dus dat is ook prettig. En dit is onze plek. We hebben voor het eerst onze luifel opgezet. Nou ja, dat ging een beetje moeizaam, maar dat is ook logisch, want het was de eerste keer. Maar hij staat perfect, al zeggen wij het zelf. En dit is onze plek. Ons veldje. Het is een best wel een mooie omgeving hier. Het is echt een natuurkampeerterrein. Dat is toch weer iets anders dan een gewone camping. Je staat hier eigenlijk gewoon in de weilanden. Daar is de receptie. Daar verderop dat huisje. En daar is een tentenveld. En wij mochten kiezen uit een aantal plekken. En we hebben voor deze plek gekozen, omdat die ook wel enigszins een beetje beschut staat. En dat vinden wij zelf wel fijn. Ik ga jullie eventjes van deze kant de luifel laten zien. En dit is ons uitzicht vanaf de zijkant. Nou, ik denk dat wij ons prima gaan vermaken hier. We staan hier tot woensdag, het is nu maandag. Nelly die laat eventjes de boodschapjes in. Ja, die zijn er maar even verder. Dan ben ik even naar de bloemen. Ja? Ja. Wij zijn ook in het bezit van het groene boekje. Dat hadden wij besteld en dat kregen wij bij aankomst. Dus dat betekent dat wij nu op alle natuurkampeerterreinen mogen kamperen. Dus hartstikke leuk. Ik denk dat wij hier nog veel gebruik van gaan maken. Nou, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in deze camping, De Haverkamp natuurkampeerterrein in Voorst. Ja, Voorst. We zijn even een kijkje op de camping aan het nemen. Want dit gaan we natuurlijk niet weer de laatste avond pas doen. Dit is bij de receptie en daar staat een kruidentuin. Daar mag je zelf je kruiden plukken. Hier staat een pizza oven en die kun je huren. Kun je eigen pizzaatjes bakken. Je hebt hier kacheltjes. Ook leuk. Dit is het sanitair gebouw. Nou, dat ziet er wel aardig schoon uit. Er staan koelkasten en een wasmachine. Nou, dit ziet er wel schoon uit, hè? Ja. Dit is een hele grote douche. Ook voor handig voor als je kinderen hebt. Wat is dit? Oh ja, dit zijn de douches. Ja. Nou, dit ziet er mooi en schoon uit. Dan gaan we even verder kijken. Hier is een bedrijfsverbanddoos BHV. Dus als je nog hulp moet verlenen hier op de camping. Nee, ik heb geen EHBO-cursus gevolgd. Oké, Zouter van de Domme. Nou, hier kun je ijsjes pakken. En op het dek. En hier heb je ook smaak. Ja, ijsboerderij. Slagroomijs. En hier is de kassa. Chocolade, witte chocolade. Hier heb je ook nog een koelkast. Met allerlei lekkernijen erin. Hier heb je een koffieautomaat. Nou, het is hier fantastisch. Een tuintje, daar mag je in, lekker in gaan zitten met kussens. Ik zie daar Shem. Gaan we ook even kijken.
Jam van Fan. Honing. Superleuk hier. Deze camping of natuurkampeerterrein is wel kleiner als de vorige. Maar dat vinden wij juist wel leuk. Wat is dit? Een zitkamer. Volgens mij heb ik gelezen op de site dat dit een zitkamer is voor als het slecht weer is. Ja, je kan er natuurlijk ook gaan zitten met mooi weer, maar met slecht weer kun je hier vermaken. Hier heb je allemaal spelletjes voor de kinderen. Een keukentje. Een lekkere bank. Met een kachel. Leesmateriaal. Ja. Wij zijn tevreden. Er zijn ook varkentjes hier op het terrein. Ze heten Borg en Borg. En wat was het nou voor ras, zei jij net? Bentheim. Stond net op een formulier. Maar ze liggen nu in een hok. Nou, we filmen ze ook nog wel eventjes als ze uit hun hok zijn. Want daarnet liepen ze hier wel lekker rond in het weiland. Dus dat hebben jullie nog te goed. We laten ze nu even met rust. Ik laat nog wel eventjes het formulier zien wat er bij het hek hangt. Met informatie over de varkens. Ik zag hier net een koolmeesje invliegen. Hier hangen ook er en der vogelhuisjes. En hier heb je dus dat formulier. Borg en Borg, zo heten deze varkentjes. Het zijn bonte Bentheimers. Dit is een oud landras en behoorlijk zeldzaam. Ze komen niet te kort. Maar u mag ze wel af en toe wel verwennen met een appeltje, worteltje, blaadje sla of een sneetje brood. Het is dus niet de bedoeling om de resten van de warme maaltijd, halve broden en dergelijke, over het hek te gooien. Oké. Nou, dat gaan we dus niet doen. Dit is een geweldige locatie. Als je hier staat met je caravan, dan heb je dus uitzicht op dit mooie veld. Wij staan dus daar. Nou, we hebben ook een mooi plekje. Hier heb je ook nog een plek om lekker te zitten. Dit is een hangplek voor kinderen. Nee. Hier kun je lekker een kampvuurtje maken. Kijk. Daar is de camping. Dit is perfect. Nou, weer zijn ze hoor. Volgens mij denken ze dat ze wat eten krijgen van mij. Maar helaas, ik heb niets bij me. Volgende keer. Kijk eens hoe lief. Wij zijn bij de Loenense waterval. En deze keer is er wel water aanwezig. De vorige keer dat we hier waren, stond de waterval droog. Dit is dicht bij de camping. Daar zijn we even heen gereden. En, nou, het is hier lekker rustig nu. Dat scheelt. We hebben even een mooie foto geschoten. En we gaan nu lekker even een wandeling doen door dit mooie natuurgebied. Fietsroute doen en dan schrijf ik eventjes die nummer op.
Nou, we zijn vandaag een knooppuntenroute aan het fietsen. En En we hebben net even wat eten gehaald. Hoe laat leven wij eigenlijk? Geen idee. Op de camping heb je geen tijd. Nee. Dus ik weet niet hoe laat het is. Nee, ik ook niet. Nou, wij fietsen in de omgeving voor. We hebben een route van 35 kilometer op het programma. We zijn net begonnen, de eerste 5 kilometer hebben we erop zitten. En, we gaan zo meteen een plekje opzoeken waar we lekker wat kunnen eten. Mooi plekje gevonden waar we ons broodje opeten. Een picknicktafel in the middle of nowhere. Super mooi plek. Sorry. Waarom verpest zij steeds mijn vlog? Want dit is mijn vlog. Ja. Dat krijgen we van mijn moeder. Wij hebben een super mooi plekje gevonden waar we ons broodje kunnen eten. We hebben een plekje gevonden. Niet overal super mooi genieten. Ik mag niet meer genieten. Ik moet snel praten. Ik mag geen super en mooi en eerlijk en mensen zeggen. Maar wij hebben een plekje gevonden waar we ons broodje kunnen eten. Hier zit de regisseuse. Zelf wil ze niet in beeld, maar ze geeft mij steeds aanwijzingen. Wat ik moet zeggen, hoe ik moet doen en hoe ik moet bewegen en wat ik moet filmen. Dit willen de mensen zien. Oh nee, dit willen onze volgers zien. Wij hebben een plekje gevonden. Dat zijn mijn mensen. Making of. Wij hebben een plekje gevonden waar we ons broodje op kunnen eten. Nelly is ook van de partij. We hebben een broodje gekocht bij de supermarkt in het dorpje. En met een bakje hummus. Daar dippen we ons broodje in, want we hebben geen bestek bij ons. Het is hier heel stil. Heel stil. Zou je hier kunnen wonen? Nee. Ik vind het wel heel mooi, maar ik zou niet kunnen wonen. Oké. Nou ja, misschien wel kunnen, maar... Niet willen. Nee, het is een beetje... Dood. In the middle of nowhere. Fietstocht gedaan en alles was zeik en zeiknat. We hebben een plasje in onze gympies. We zijn door een wolkbreuk gefietst. Vreselijk. Ik kon het helaas niet vastleggen voor jullie. Wat is dit? Nou ja, dit is ook een poging om voeten droog te krijgen. Maar ik kon het helaas niet vastleggen. Nee, dat was wel jammer. Want dan was mijn telefoon nu kapot geweest. Maar alles is zeik en zeiknat. We zijn gedoucht. De kleding zit in de wasmachine. Ja. Wat is dit geworden? Oh. We waren op de mountainbike natuurlijk. En Ali had allemaal prut op haar rug. Modder. Hoe noem je dat? Modder? Modder. Ga weg met die vieze natte tas. Bah. Oh, je kan het hier nog wel een beetje zien op die tas. Deze had super rug. Nelly heeft net lekker gekookt buiten. Deze keer eten we in de caravan. Want het regent nog steeds een beetje.
Nou, het is wel droog, maar alles is een beetje nat. Ja. Nou, we zijn inmiddels bijgekomen van de waterpartij van vanmiddag. Onze kleren hangen... ergens. Hangen in het douchegebouw te drogen. Dat hebben we allemaal uitgewassen. En dat hangt nu te drogen. Onze schoenen hebben we uitgespoeld. En die heb ik droog proberen te maken met de föhn. Maar dit lukte natuurlijk niet. Dus die staan ook te drogen. En dan hopen we dat morgen alles droog is. Zodat we kunnen vertrekken naar de volgende camping. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Iepen de piep. Hoera. Hoera. Iepen de piep. Hoera. Iepen de piep. Hoera. Gisteren hebben wij natuurlijk gefietst en toen zijn we helemaal nat geregend. Echt, alles was nat. Toen hebben we onze kleren uitgewassen hier. En op een droogrek gehangen. En Ellie heeft die net even in de zon gezet. Dus ik ga even kijken of het er nog staat. Nou, daar staat ons rek. Dus dat staat er nog. En dan gaan we nu opruimen en vertrekken. Het is een mooie dag. Beter dan gisteren. We gaan vandaag vertrekken naar de volgende camping. Ook de laatste camping. En dat is in Drenthe, Meistershof. We zijn nu nog even koffie aan het drinken zoals gewoonlijk. En daarna gaan wij opruimen en rijden wij die kant op. Maar wij genieten eerst nog even van de zon. Hierbij sluiten we onze vlog 3 af. Wij hopen dat jullie weer van de partij zijn bij onze vierde vlog. Wij gaan zo vertrekken naar Camping Meistershof in Drenthe. En we zien jullie daar.